All the way. Zitten we dan? Tweede vrede lockdown die we ingaan, jongens. Goedemorgen allemaal. Het is nog steeds donker, zoals je kunt zien. Ik ga even de workout uitleggen. Dan gaan we die filmpjes posten. Jullie krijgen alles weer te zien. Dit zijn een beetje gekke omstandigheden. Want we zijn thuis. Maar wij wilden morgen jullie wel van een workout voorzien. Jullie kunnen hem zien op de website onder andere. En in de app, als het goed is. Dit is de workout van morgen. 3 delen. Deel A, B en C. Deel A, weighted chest to bar pull-ups. 5 series van 1 herhaling. Dus je gaat eventjes goed warm worden. We zullen nog wel eventjes wat links erbij doen die wij in het verleden hebben gedaan als warming up. Die kan jij ook weer gaan gebruiken. Nadat je de warming up hebt gedaan, ga je deel A doen. Weighted chest to bar pull-ups. 5 series van 1 herhaling. Tussendoor nemen we een minuut of 2 minimaal rust voordat je weer je tweede serie gaat doen, et cetera. Weighted, doe alleen weighted op het moment dat je dat aan kunt. Hier laat ik zien, stel dat jij geen weighted pull-ups kan, kun je ook gewoon pull-ups doen als dat net aan is. Dat zie je nu hier dan, hier doe ik een gewone net aan chest to bar pull-up. Juist, wat je ook kunt doen is als je een weighted kunt, zoals je hiernaast in het filmpje ziet, een dumbbeltje tussen je benen plaatsen of iets anders, zo'n rugtas omdoen. En dan doe je je weighted pull-ups. Chest to bar pull-ups, dat moet je doel zijn. Ook wat nog eventjes zou kunnen, op het moment dat je blij bent dat je überhaupt een optrekstang in de buurt hebt en geen andere attributen kunt gebruiken om je te gaan optrekken, doe gewoon pull-ups, zo zwaar als dat je kunt. In die zin vertraag eventueel het tempo. Als je geen pull-ups kunt en je hebt wel een elastiek thuis, doe dan banded assisted pull-ups om dat kindje er net bovenaan te krijgen. Maar gebruik een elastiek wat zo dun mogelijk is, zodat je zoveel mogelijk moeite moet gaan doen. En probeer die borstkas tegen die stang aan te krijgen. Dat blijft het doel bij de chest to bar pull-ups uiteraard. Wat ook zou kunnen zijn super zware ringrows. Daar hebben jullie dat niet voor kunnen doen. Daar hebben we ook een filmpje van, maar ik hoop dat jullie dat vaak genoeg in de box hebben mee weten te krijgen. Of je kunt met iets heel zwaars een bent over row doen. En die ga ik je nu meteen laten zien. Dus ik ga mijn assistent eventjes vragen om te komen en op de grond te komen liggen. Let op. Als jij nou een vriend, vriendin, hond, kat, weet ik veel wat thuis hebt, vraag dan eventjes of ze stokstijf kunnen gaan liggen op de grond. Benen kruisen, armen kruisen. Hier vandaan ga jij om die armen heen door. Is goed samenkrijgen met de persoon die hier ligt. Hier vandaan bij de knieholte ongeveer been pakken, slechts bovenbeen. Goede holle rug zien te trekken. Ik wip er een beetje om, zodat we meteen eronder komen. Rug weg. En hier vandaag ga jij proberen een bent over row te maken. Ook weer een pullbeweging. Dan kan het een beetje ouwig zijn voor degene die op de grond ligt, maar je hoeft maar 1 herhaling te doen en dat 5 keer. Dus je kunt ook met iets zwaars bent over rowen. Dat lukt dus ook. Heb in ieder geval een pullbeweging gehad bij deze. Dan deel B, de weighted dips. Hiernaast zie je nu hoe ik een dip doe buiten op balkon. Mocht je een hoekje hebben of een veranda rond waar je je handen kunt plaatsen en jij veilig op en neer kan bewegen, zie je dat hier dan. Als je geen attributen hebt, down up, down up. Heb je wel iets zoals wat ik hier doe, dan heb ik een dumbbeltje tussen mijn benen. En dan ga ik daarmee naar beneden en omhoog. En dan doe ik weighted dips, dan maak ik het zo zwaar mogelijk voor mezelf. Stel dat jij dat niet hebt, heb je wat andere varianten. Onder andere dips doen op een stoel. Dips doen op een stoel kun je ook wat extra gewicht doen. Ga ik zo laten zien. Stel dat je dat niet kunt, kun je ook eventueel kiezen voor push-ups. Als jij nog geen push-ups kunt, ga je nu zoeken en kijken of je die eerste push-up kunt doen vanaf je tenen. Heb je misschien wat schijven thuis of je hebt iemand die op je rug kan zitten, bijvoorbeeld een kind of een hond. Dan zou je de zwaarste weighted push-up kunnen doen die jij maar kan verzinnen op het moment dat je geen dips kunt doen. Ik zal het even laten zien wat een weighted dip kan zijn vanaf een stoel. Dumbbeltje zit gekruist tussen mijn benen. Dat kwam uit mijn mond, dat geluid. Op het moment dat je een weighted push-up gaat doen, of een gewone push-up, vanaf de teentjes. Elleboogjes smal, billen buik aanspannen, aantikken. En zo zou jij dus je weighted push-up kunnen doen. Dan deel C,
Weighted Hip Extension. Dat doen we normaal gesproken op de GHD die we in de Tokyo hebben staan. Dat hebben we hier niet. Wat ik hiervan kan maken, wat het meest makkelijk is om thuis te doen, is bijvoorbeeld het volgende. We zouden een good morning kunnen doen, waarbij je een gewichtje of iets zwaars in je nek ligt. Op deze wijze. 3 sets van 15 moeten we hiervan doen. En wat ik nu kan doen is het volgende. Ik sta rechtop, billen bij elkaar spannen. Heupen achterom eroverheen. Hou vast. Hier dan kom ik omhoog, billenbuik aanspannen. Rug hou je recht. Je kijkt hoe diep je naar beneden kunt, zolang je hamstrings dat toelaten en je ruggetje recht blijft. Wat ook kan voor weighted hip extension. Dumbbeltje ligt hier op mijn heup. Ik til mijn heup omhoog. 1. 2. Maak ik er een hip thrust van. 3. Als je eventueel je schouders op een bank kunt neerleggen, doe je dat. Heb je een grotere bewegingsuitslag. Is dit te licht en ik heb geen bank waar ik mijn schouders op kan leggen, zou ik het ook één-legged, eenzijdig kunnen doen. 1. 2. 3. Dan kan je bijvoorbeeld 15 links en 15 rechts doen. Doe al die series met een kleine 2 minuten pauze tussendoor. En dan denk ik dat je weer goed bewogen hebt voor vandaag. Mazzel.